Hallo, ik ben Huyen. Vandaag ga ik jullie uitleggen waarom de gewone kerndeling belangrijk is in je lichaam. De gewone kerndeling noemen we in de biologie de mitose. Ons lichaam is opgebouwd uit orgaanstelsels. Kijk, hier achter mij zie je het zenuwstelsel. Deze zijn weer opgebouwd uit organen, zoals bijvoorbeeld de hersenen. En op hun beurt zijn de organen opgebouwd uit weefsels. Uiteindelijk zijn de weefsels weer opgebouwd uit cellen. Cellen kunnen zichzelf vermenigvuldigen. Dat betekent dat ze exacte kopieën van zichzelf kunnen maken. Stel je maar eens voor, mijn hoofd, dat het een cel is. En deze cel deelt zich. En nu zijn we met z'n tweeën. En nog een keer. En nu nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. En nu zijn we met z'n allen. In een cel is veel informatie over de bouw en werking van de cel aanwezig. Deze informatie bevindt zich in de celkern. Je kunt de celkern vergelijken met een centrale computer, die de cel nauwkeurig aanstuurt. De informatie in de celkern is te vergelijken met een computerprogramma. Dit programma is aanwezig in de vorm van een simpele code. De code is opgeslagen in een speciaal en zeer langgerekt molecuul. En dat molecuul heet het DNA-molecuul. Het DNA-molecuul ligt niet los in de celkern, maar is netjes in stukken verdeeld. En aanwezig in de vorm van chromosomen. Een mens heeft 46 chromosomen in de celkern. Een bananenvlieg heeft er maar 8. Een delende cel zal eerst alle informatie uit het DNA moeten kopiëren, zodat dezelfde informatie uiteindelijk in beide dochtercellen terechtkomt. De volledige code in het DNA wordt letterlijk overgeschreven. Ieder chromosoom bestaat na deze overschrijving uit 2 kopieën, de chromatiden genoemd. Nu kunnen de chromatiden uit elkaar gehaald worden. Dit gaat in stapjes. In de eerste stap worden de chromosomen zichtbaar, doordat ze zich sterk oprollen. Ieder chromosoom bestaat uit chromatiden. Deze zitten aan elkaar vast, op een plek dat de centromeer wordt genoemd. In de volgende stap ontstaan er vanuit 2 punten een spoelfiguur van eiwitdraden. De eiwitdraden koppelen vast aan de chromosoom en in de ene laatste stap worden de chromosomen uit elkaar getrokken. De kern deelt zich nu en deze kerndeling noemen we mitose. Nadat de kerndeling heeft plaatsgevonden, is er nog een laatste stap. Deze stap snoert het celmembraan zich in en worden de 2 gekopieerde kernen en het cytoplasma verdeeld over de 2 identieke dochtercellen. In je lichaam vindt het proces van mitose dagelijks heel vaak plaats. Je groeit, cellen sterven af of raken beschadigd. Denk maar eens aan een wondje in je huid. Zonder mitose dus geen groei, geen reparatie en herstel van beschadigd weefsel. Superbelangrijk dus, die mitose.